kader van de pathologie gaat over hartfalen. Het is pompen of verzuipen. Tijdens elke hartcyclus trekt het hart samen om vervolgens weer te ontspannen. Het samentrekken wordt systole genoemd en het ontspannen diastole. Hartfalen betekent dat het hart tekortschiet in zijn functie, namelijk het rondpompen van het bloed. Dit wordt decompensatie cordis genoemd. Cor betekent hart. Als de decompensatie wordt veroorzaakt doordat het hart niet meer goed kan samentrekken, dan is dit systolisch hartfalen. Het hart kan dan minder bloed uitpompen omdat het te zwak is. En als het onvoldoende kan ontspannen, wordt dit diastolisch hartfalen genoemd. Het hart kan zich dan minder goed vullen omdat het te stijf is. En dit komt vaak door hoge bloeddruk. In de video over de hartcyclus heb ik uitgelegd dat het hart tijdens de systole niet alle bloed uit de ventrikels kan pompen. Een gezond hart zal een percentage tussen de 50 en 75% tijdens de ejectiefase van de ventrikelsystole uitpompen. Dit wordt de ejectiefractie genoemd. De hoeveelheid bloed die in de ventrikels achterblijft, is het end-systolic volume. Dit komt omdat het hart aan het eind van de systole moeite heeft om tegen de kracht van de elastische slagaderwand nog bloed in de slagaders te pompen. Wanneer de ejectiefractie minder dan 40% bedraagt, zal een cardioloog al gauw aan een systolisch hartfalen denken. In een gezond hart pompen de linker- en rechterharthelft evenveel bloed weg. Dit wordt cardiac output genoemd en die is links en rechts gelijk. Ik leg dit uit. Deze ronde buis stelt de circulatie voor waarin ongeveer 5 tot 6 liter bloed zit. Ik wil deze vloeistof laten circuleren en plaats daarin een pomp die per slag 70 milliliter kan wegpompen. Als deze pomp dat in 1 minuut bijvoorbeeld 50 keer doet, dan is dat 50 keer 70 milliliter is 3,5 liter per minuut. Dit is de cardiac output. Wordt er in dit systeem een tweede pomp bijgezet, dan zal deze tegelijkertijd ook 3,5 liter moeten verwerken in 1 minuut, wil dit systeem goed blijven werken. De linkerpomp is de linkerhartkamer. En de rechterpomp is de rechterhartkamer. Wanneer één van beide kamers minder gaat functioneren, is er sprake van hartfalen of decompensatie cordis. Wanneer de linkerkamer tekortschiet, dan wordt dit links decompensatie genoemd. Wanneer de rechterkamer faalt, is dit rechts decompensatie. Bij decompensatie cordis is het belangrijk om dit onderscheid te maken in verband met de verschillende symptomen die links- of rechts-decompensatie met zich meebrengen. Meestal begint hartfalen links, waarna ook rechts mee gaat doen. Bij links-decompensatie wordt er minder bloed door de linkerventrikel weggepompt, maar er komt wel dezelfde hoeveelheid bloed vanuit de longen, de linkerboezem en linkerkamer in. Dat wil zeggen dat de druk in de linkerkamer, linkerboezem en de longen op gaat lopen. De ophoping zorgt voor druk in de bloedvaten van de longen, waardoor vocht van het bloed uit de kleine bloedvaten wordt geperst. Dit vocht komt daarna in het longweefsel terecht. Dit geeft longuideem of vocht achter de longen. Vocht achter de longen is de uitdrukking, maar het is vocht in de longen. Meestal liggen de mensen en zakt het vocht naar beneden en lijkt het alsof het vocht zich achter de longen bevindt. Door het vocht ontstaat dyspneu. Dit is kortademigheid of benauwdheid. Of orthopneu.
Dit is kortademigheid tijdens het liggen. Als dit acuut gebeurt, is er sprake van astma cardiale. Problemen die ontstaan richting de longen worden backward failure genoemd. Natuurlijk ontstaan er ook problemen richting de organen. Die ontvangen minder zuurstof en voedingsstoffen. Dit wordt forward failure genoemd. Duidelijk is dat de bloeddruk daalt en dat zal meteen tot compensatie leiden door het activeren van het sympathisch zenuwstelsel en het RAAS-systeem. Bij decompensatie cordis rechts is er sprake van een afname van de bloedtoevoer naar de longen, terwijl de bloedtoevoer vanuit het lichaam via de bovenste en onderste holle ader gelijk blijft. Dat betekent dat de druk in de rechterventrikel en rechterboezem oploopt. Het bloed hoopt zich op in de bovenste en onderste holle ader, waardoor stuwing in de halsaderen en oedeem in de benen en buikholte, dit is ascites, optreden. Het vocht uit het milieu-interieur kan dan onvoldoende in de bloedbaan worden opgenomen. Een ander symptoom van rechtsdecompensatie cordis is nycturie. Het 's nachts vaker moeten plassen. Dit komt omdat het hart liggend minder zwaar belast wordt en het vocht vanuit de weefsels gemakkelijker in de bloedbaan wordt opgenomen en aan de nieren wordt aangeboden om te worden uitgeplast. Bij systolisch hartfalen trekt in 99% van de gevallen de linker ventrikel niet krachtig genoeg samen. De oorzaken van systolisch hartfalen zijn het doormaken van een grote hartinfarct of een hartspierziekte, cardiomyopathie genoemd. Naast systolisch hartfalen, die een verminderde ejectiefractie kent door een zwak hart, kan er ook sprake zijn van diastolisch hartfalen. Diastolisch hartfalen kent een normale ejectiefractie, maar het bloed heeft moeite om het hart binnen te komen, omdat het hart te stijf is geworden en zich niet goed kan ontspannen. Het hart vult zich minder goed met bloed, de organen en weefsels houden vocht vast en er is minder bloed beschikbaar om rond te pompen. De oorzaken van diastolisch hartfalen zijn hartinfarct, hartritmestoornissen, hartklepafwijkingen en hypertensie of hoge bloeddruk. Ik hoop dat in deze video duidelijk is geworden dat bij systolisch hartfalen de kamers minder bloed weg kunnen pompen en dat daardoor stuwing of bloedophoping ontstaat in de aanvoer. Bij linksdecompensatie stuwing richting de longen, waardoor deze als het ware verzuipen, en bij rechtsdecompensatie stuwing richting rest van het lichaam, waardoor met name de buik en de benen onder water komen te staan. De klachten die daaruit voortvloeien zijn een logisch gevolg. Dit is het einde van deze video.